Jos Mennen staat voor me bij een Hommel kermis. Samen met Jaap Vlieshout, Guus Knoops en John Meegens hebben ze een soort kermiscomité opgericht. Jullie hadden snode plannen. Is er uitgekomen? Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar wat er zaterdag is gebeurd met de opening door de muziekvereniging. Daarna de Blondenbijts voor de jeugd. Een project in school aangekoppeld. Nou, gisteren met de klassenreunie was het hartstikke gezellig, hartstikke druk. Nou, dat zul je ook in beelden kunnen zien die jullie gemaakt hebben. Ja, kort en goed. De eerste indrukken zijn goed, maar ja, we kunnen nog niet juichen voordat de beer geschoten is. Hè. Het is bijna afgelopen, het is dat nu al geslaagd? Nee, we zijn wel enthousiast, maar we hebben natuurlijk in het verleden hebben van alles meegemaakt hier. En ja, voor ons was het ook de vuurdoop van dit jaar moet eens gebeuren. En het lijkt misschien heel makkelijk als je het plein ziet staan en het staat vol. Maar als je ziet hoe we er 3/4 jaar toch aan getrokken hebben en dan ben je niet elke dag mee bezig, maar wel regelmatig. En dan is het goed dat er gewoon goede samenwerking is, ook met de gemeente bijvoorbeeld. Er wordt dikwijls gezegd van de gemeente dit, de gemeente dat. We zijn in volle overleg en eerlijk nog steeds met elkaar hebben we geprobeerd om wat zaken te regelen. En dat is denk ik goed gelukt. Flink aan getrokken, je hebt eruit moeten trekken om zo'n kermis voor tot stand te krijgen? Ja, we hebben bijvoorbeeld contacten met de kermisbond en dan krijg je in de eerste vergadering krijg je gewoon ja, wat moeten we met om kermis, daar komt niemand, er is niemand. Nou, die mensen hebben de overtuiging moeten geven dat we er alles aan gingen doen. Hè. We hebben eigenlijk een soort marketingcampagne opgezet, hè. Ook met Facebook en noem het allemaal op. Er is dus keihard aan getrokken, want ik kan begrijpen dat als die mensen hier in het verleden om kermis hebben gezien, ja, dan staan ze niet te popelen om overal te komen. Mensen onder wel, die wilden wel. Nou, ik denk dat veel mensen in Ommel dat wel willen, maar als er niks staat, dan is er geen sfeer, dan is er geen beleving. En dan zeggen mensen ook van ik blijf thuis. Nou, we hebben nu ook, en dat zeg ik nog een keer heel duidelijk, we hebben nu ook gezegd, we gaan er alles aan doen om dat te realiseren. Dat er iets staat, Ommelwaardig is. Maar dan zullen de mensen zelf ook moeten komen. Dat is ook een stukje leefbaarheid. Hè? De mensen moeten zelf ook het initiatief hebben van als er kansen zijn om te komen, om te zorgen dat die leefbaarheid er is, dat het dan ook gebeurt. Uiteindelijk dat leefbaarheid, dat de mensen een eigen hand hebben of leefbaarheid ook werkt. Ja, absoluut. En die overtuiging die hebben misschien sommigen nog wel niet in dit dorp. Kijk, als ik zie hoe er het afgelopen jaar met de school gewerkt is om in ieder geval te zorgen dat Plato hier gekomen is, dan is dat natuurlijk enorm goed. Nou, dat was een perfect voorbeeld van hoe het kan, hoe het moet. En dan staat het hele dorp erachter. Nou, die leefbaarheid en Ommelkermis, daar kwam ook ter sprake. En dan zeg je op een gegeven moment ook van jongens, we gaan het doen. Maar je moet ook wel laten zien dat je dan daaraan mee wil werken. Kijk, waarom is hier geen winkel meer? Omdat er niemand meer kwam. En zo kun je het een naar het andere opstapelen. En daarom heb ik ook gezegd in het comité, hè, een beetje als voorzitter van jongens, we trekken er hard aan, ook met de gemeente, ook met de kermisbond. Maar mensen laten het wel zien. En als je het laat zien zoals gisteren, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. Maar dan zijn we er nog niet, dat kan ook niet. Je kan niet van het ene jaar van een dieptepunt naar een hoogtepunt gaan. Maar we zijn tevreden. Jullie willen ieder jaar met iets anders uitpakken. Jullie hebben gisteren een reunie gehad. Komt dat elk jaar terug? Nou, misschien wel niet. Maar we hebben wel andere ideeën hoe op een andere manier, ook met een andere festiviteit, toch de kermis naar een hoger plan te tillen. En de leefbaarheid omhoog te houden. Als je bijvoorbeeld kijkt vanmorgen met het project van de school wat is gaan lopen. De hele school is hier geweest om van de kermismensen te horen hun werken, hun leven. Nou, daaraan gekoppeld hebben wij ook alweer andere ideeën. En dan is het misschien wel mogelijk om helemaal de andere kant op te gaan. Dan hoeft het helemaal geen klassenreunie of zo te zijn. Nu begint de tijd van de kermis weer. Er zijn meer kleine dorpen waar de kermis een beetje matig bestaan heeft. Is er iets om te kopiëren? Nou, ik heb straks al eens gezegd toen we het erover hadden van jongens, kijk, als je gewoon kijkt naar, neem alleen Zomer en Asten. Dan hebben we Heusden, Ommel, we hebben Zomerijnd, Lierop, Zomerheide. Het zijn allemaal eigenlijk kleine kernen die hetzelfde probleem hebben. Als we dat samen zouden kunnen koppelen via gemeente of via dorpsraden of weet ik veel. En daar kan een comité uit vormen. Dan kun je ook mensen, hè, zoals die exploitanten, die kun je waarschijnlijk wel eerder over de streep helpen. Dus het krijgt dan een vervolg. Nou, ik mag het hopen, hè. De wereld houdt niet op bij Ommel Kermis maandagmiddag. En, nee, maar het zijn wel van die ideeën die je als kleine kernen samen uit moet werken. En dat is denk ik toch een belangrijk gegeven voor bijvoorbeeld dorpsraden. Want hè, we kunnen overal wel van die dure accommodaties neerzetten. Maar leefbaarheid is niet alleen dat je daar bijvoorbeeld hier een kluis hebt. Nee, een dorpskroeg is even belangrijk. En dan moet je zorgen dat er sfeer en entourage is op zo'n dorpsplein met de kermis en met carnaval. Dat zijn natuurlijk allemaal van die dingen die moeten leven en daar moeten mensen achter gaan staan. En als ze erachter gaan staan, dan weet ik ook zeker dat lukt. Het is de hele avond door of niet? Ja, dat is hier de hele avond. Er is live muziek. Er komt straks ook nog een DJ, geloof ik. Ik weet niet wie precies, want ik probeer de hoofdlijnen maar een beetje te bewaken van wat we hebben uitgezet. Maar ik denk, ja, je ziet de sfeer hier nu al, dus dat gaat wel goed komen.